Toen ik de bericht naar buiten had gebracht dat het allemaal mondeling akkoord was. Een super bericht gehad van de fans en dat deed toch wel wat met me. Ik bedoel, het is toch een beetje emotioneel omdat ja, ik ben hier toch begonnen. Dat de fans je dan met zo open, open handen zeg maar, weer ja, ontvangen eigenlijk. Ik bedoel, ja, ik, zou, ik zou niet weten wat er gaat gebeuren, wat voor cupvang ik krijgen als de eerste thuiswedstrijd gespeeld wordt. Ik ben in Groningen geboren, ik heb mijn hele jeugd bij Groningen gespeeld en om dan weer na, na, na zo'n lange, lange tijd, um, ik heb mijn debuut gemaakt sorry, uh, om dan toch weer na zo'n lange tijd terug te zijn en het shirt weer aan te trekken. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat is toch een gevoel die uh, ja, als kleine jongen, zeg maar, uh, het voelt alsof ik weer mijn debuut ga maken eigenlijk. Met onder andere dit prachtige doelpunt van de aanvoerder Leandro Bacuna. Het ging best wel, tij, best wel snel eigenlijk. Um, ik zat toen um, in, de, wat was dat, in de A1 volgens mij. En uh, we hadden een toernooi, ik, uh, hoe heet dat toernooi nog maar? Uh, uh, Eurovoetbal? Um, ja, inderdaad, Eurovoetbal. En um, ik draaide best wel goed Eurovoetbal. Ik speelde toen als dis dispensatiespeler mee met, uh, met, met de B's of met de A's. En uh, ja, na dat ging het eigenlijk heel snel. Ik, uh, ik uh, waren een paar blessures in de eerste de elftal. Uh, ik had een paar keer meegetraind en toen kreeg ik op een, opeens mijn kans. De trainer kwam naar me toe en zei: uh, ja, Ben je er klaar voor om te spelen? Dat uh, was, 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 was het mijn droom die uitkwam. Dus uh, ja, ik stond, ik stond er meteen klaar voor. Ik, uh, ik heb die, die avond niet geslapen. <laughs> uh, maar het was, uh, het, was een, ja, het was een goede, goede debuut. En, uh, ja, zo had ik mezelf in de kijk gespeeld eigenlijk. En, uh, ja, toen, toen de tijd met, met Ron Jans, uh, die heeft me eigenlijk gebracht tot waar ik nu, nu, nu ben. Daar uh, ben, ben ik nog altijd dankbaar voor. Um, ja, zo is mijn carrière eigenlijk, eigenlijk begonnen. Ik heb dan uh, vier jaar Premier League gespeeld, um, bijna zes jaar in de Championship. Dus daar dat doe je toch wel ervaring mee. En um, ja, ik, ik ben teruggekeerd nu, zeker weten. Uh, ik heb Groningen gevolgd de laatste afgelopen pas een paar jaren. En ik vind het toch jammer waar, waar, waar we zijn. Ik denk toch zo'n zo mooie, mooie, mooie club in het noorden. Ik bedoel, altijd topclub geweest. Dus uh, ja, eigenlijk is dat, is dat, staat dat ook eigenlijk achter mij bij mijn beslissing om terug te komen. Ik bedoel, uh, we behoren hier niet. En uh, we willen er hard voor werken om terug te gaan waar we behoren. Ik heb, ik heb een beetje met de groep meegetraind, een paar twee, twee drie weken. Uh, het is, het is een hele jonge, jonge groep, dus um, ja, ik, ik, voel me, ik voel me er thuis om eigenlijk een, ja, een leider te zijn voor de groep. Om de groep te helpen, om mijn ervaring naar hen toe te brengen. Om ja, eigenlijk als leiderschap um, erbij te komen. Het, het zat toch al in mijn achterhoofd om toch nog een keer bij Groningen terug te keren. Dus ja, waarom niet meetrainen? Dus zo ben ik eigenlijk in contact gekomen uh, met Dick gesproken erover. Um, en die heeft mij ook toen met open armen ja, verwelkomd eigenlijk. En, um, die, die heeft meteen gezegd, uh, waarom join, 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 de groep niet meteen. <laughs> en toen heb ik gezegd, ja, laten we maar eerst even aankijken hoe het gaat. Ik ga mee trainen en uh, ja, dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Uh, ja. Toen uh, thuis gekomen, mijn familie ja, natuurlijk heel blij. Die, 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 die voelde dat ik thuis was. Die wilde de, 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 ja, tekenen, wanneer ga je tekenen, wanneer ga je tekenen. M mijn moeder vooral. En mijn vader is dan een beetje de slimme erbij. van uh, ja, Kies je keuze, maak, maak de keuzes. En uh, nou, Mijn moeder vond het super. Dus um, ja, ik heb een tijdje gewacht. Met me, ook met mijn vrouw en mijn kinderen gesproken. En toen heb ik er eigenlijk bij neergestaan: van uh, ja, uh, wat heb je nog eigenlijk nodig in je carrière? Ik bedoel, uh, je, hebt, je hebt een, uh, ja, voor, voor mij doen, voor mijn kwaliteiten, denk ik toch um, komen vanuit Groningen dan de stap maken naar de Premier League. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb mijn jaren wel gehad, snap je? Ik ben uh, 32 deze zomer. Dus um, ja, waarom niet terugkeren bij Groningen? Ik bedoel, wat, wat, wat houdt je eigenlijk tegen? Uh, toen ben ik zelf gaan denken. Ik heb een tijdje, een weekje, ik heb een weekje zeg maar, ben ik teruggestapt van Groningen. Ik heb niet meegetraind. Elke dag dik bellen, dik bellen. Van, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ja, ik heb er gewoon een tijd voor mezelf genomen. Ik heb erover nagedacht. Tuurlijk, er komen heel veel dingen bij kijken. Je hebt een familie. Wat ga je met je kinderen doen? Wil je met je kinderen? Waar wil je met je kinderen naartoe? Ja, toen was de keuze heel makkelijk. Ik bedoel, uh, je bent thuis, uh, de kinderen kunnen weer naar school. Je, je moet ook zorgen voor, voor, voor hun, eigenlijk. Ik bedoel, het gaat nu niet, niet alleen om mezelf. Je hebt ook verantwoordelijkheid. En natuurlijk, het mooiste, terugkomen bij Groningen. Dus uh, ja, dat, 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 dat was gewoon ja, de, de, de eindstand voor mij om toch uh, te tekenen hier. Dat zijn, dat, dat zijn dingen, ik bedoel. Ja, die, die, die dingen kan ik niet omschrijven. Ik bedoel, zijn je familie die dan zo, zo trots is dat je weer terugkeert, dat zijn de mooiste dingen eigenlijk. Voetbal is, is, is een jongensdroom. Als je dan, dan toch wedstrijden kan spelen, waarom niet? Ik bedoel, ik sta, ik sta te proberen.